elkaar al een tijdje niet meer gezien. Ik was namelijk vanmorgen naar de fysio toe. En helaas mocht Tom daar niet naartoe. Dus hij is vast naar de studio doorgegaan. Daarna ben ik naar de studio gegaan. En moesten we een aantal dingetjes regelen. Het was namelijk voor de opdrachtgever niet helemaal duidelijk hoe en wat. En dat was voor ons ook niet duidelijk. Dus hebben we met iemand van het team gebeld. Om even wat meer duidelijkheid te scheppen. Zodat er wat meer eenheid komt. En nu is hopelijk alles een stuk duidelijker. Nou, daarna ben ik bezig gegaan met het bewerken van een foto van de shoot van gisteren. En we hebben morgen natuurlijk ook weer een fotoshoot. Dus ik heb het helaas maar bij één foto kunnen houden. Omdat we ook nog gebeld hebben met Dominique. De styliste die jullie gisteren ook hebben gezien. Want die gaat namelijk ook helpen met styling voor de shoot die we binnenkort hebben. Dus daar hebben we even wat meer over gebrainstormd en dergelijke. Dus dat is een beetje wat we hebben gedaan de hele middag. En nog heel veel meer, heel veel contactmomenten. We hebben ook nog onze beelden opgestuurd voor een mogelijke publicatie. Dus het is een hele drukke dag geweest en heel anders gelopen dan we zouden dachten. Maar het is een hele goede dag geweest. Dus we zijn heel tevreden en we gaan nu allebei lekker naar huis toe. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag. En zoals je ziet ben ik in chill outfit en bij Jasmijn. Dat komt, de shoot van vandaag die is helaas gecanceld. Er kwam dat er gisteravond de stylist, dat er iets persoonlijks in de handen was, waardoor hij niet kon komen. Dus we moesten eventjes hem verzetten naar volgende week. Dus dat is erg jammer, maar daarom hebben we besloten om vandaag eventjes lekker gewoon thuis te werken. Maar gisteren hadden we naar een magazine gestuurd, zei Jasmijn de foto's. En het klopt ook. We kregen vanmorgen een bericht dat we een voorstel konden doen. En daar hebben we gereageerd. En we zitten nu te wachten op een reactie terug. En misschien worden we dan wel gepubliceerd in een magazine. Heel erg tof. Dus we gaan nu eventjes nog werken. En een beetje chillen en dan weer werken. En een beetje chillen en een beetje werken. Gewoon vandaag een relaxte, leuke dag thuis. We hebben superleuk nieuws! We hebben een publicatie in de Beaumonde! Super nice, met onze foto's van woensdag dus, of vorige week woensdag dus, van het kasteelshoot. Ja, dus we kunnen die 29 juli kunnen we die gaan kopen in de winkel. Super tof, en dat is onze eerste publicatie die je echt in de winkel kan kopen. We hebben al heel veel publicaties gehad, ook koffers in verschillende bladen, maar die moest je online kopen. En deze kan je gewoon in de winkel. Gewoon bij de Bruna Primera, whatever. Super tof, echt wel niet verwacht dit. Hallo! Wat doe je nou? Wij worden gebeurd in de fucking Beaumonde! What the fuck? Jij kan gewoon 29 juli de fucking Bruna Primera, whatever, inlopen. En dan zie je eigen folks. Nee! Ja! Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag. Vandaag gaan we heel hard bezig met het editen van de foto's van afgelopen zondag. Dus Jasmijn is lekker ook momenteel bezig. Ik ben heel erg bezig met een aantal dingetjes reageren op een shoot die we binnenkort gaan hebben. Daar moeten we heel veel dingen voor regelen. En daar zijn nog heel veel dingen onduidelijk voor, dus dat gaan we nu eventjes allemaal, ben ik allemaal mee bezig. Daarnaast hebben we ook een fotoshoot gepland op 12 juli. Daarvoor ben ik ook bezig. Heb ik gisteren ook heel veel modellen gecontacteerd. En zijn we bezig om alles concreet van te maken. En onze retouche website gaat echt als een tierenlier. Het gaat zo enorm hard. Ik ben bezig om daar een nieuw free wrap pack voor te maken. Zodat die zo meteen allemaal gedownload kunnen worden. Dus vandaag is het een harde werkdag. En ik heb om 12:30 nog een Zoom meeting met een docent van mijn school. Om te kijken of ik uitgeschreven kan worden. En net zoals Jasmijn, dat ik dan ook klaar ben met deze opleiding. Dit is een van de modellen die we hebben geselecteerd voor de fotoshoot op de 12 juli. Waarom dit onze heel erg toffe model lijkt, is omdat zij rood haar heeft. En rood haar zie je niet heel erg vaak. En het is ook vrij lang rood haar. En dit is het idee qua concept. En als je nou bijvoorbeeld zoiets met rood haar kan maken, is dat best wel uniek. Dus we hebben gekozen voor dit model. We zijn nu nog bezig met het tweede model. Dus nog eventjes afwachten tot die reageert. Maar in ieder geval, het eerste model zit in de groep. En ik vind deze wel heel erg nice qua rood haar, qua om dat te proberen. En jullie hebben eigenlijk gisteren helemaal niet zoveel gezien. Dat komt eigenlijk omdat mijn vader mij in één keer belde. Want hij was per ongeluk de sleutel vergeten en mijn moeder was weg. Want hij ging even een patatje halen. En toen kon hij de deur niet meer in. Heel erg slim van hem. Dus hij belde me ongeveer rond 12:30. Toen zei ik, nee, ik kom wel naar je toe gefietst. Want ik heb een paar dingetjes die ik wel thuis kan doen. Dus ik ben naar huis gefietst. Toen ben ik even heel erg bezig geweest met de retoucheerwebsite. Ik zal er zo meteen nog iets meer over vertellen. Misschien vanavond wel. In ieder geval, wij hebben een fotoshoot helemaal geregeld gisteravond van 12 juli. Met de modellen er al in en de fysicisten alles compleet. Dus wij gaan nu eventjes bellen met Dominique van de styling. En dan gaan we eventjes kijken wat we qua styling willen gaan doen bij deze shoot. Dus zij heeft al een moodboard gemaakt en die
helemaal ideeën al. Dus we gaan eventjes naar kijken. Dus daar hebben we heel veel zin in. En verder gaan we vandaag gewoon nog een paar dingetjes afmaken. En gaan we lekker eigenlijk een half dagje werken. En gaan we daarna lekker naar mijn huis toe even chillen. We hebben heel veel gedaan. Jasmijn heeft gisteren alle foto's aan me afgeëdit. Dus dat is super. We hebben nu even gevraagd of we voor publicatie kunnen insturen. Dus we gaan vandaag wat dingetjes tikken die we moeten doen. En dan gaan we lekker werken. Wat een beetje overdag. Maar ja. Oké. Okay. Ja. Let me share the screen. Yes, I'm excited. Oh, wacht. Nee, want daar staat mijn... Wat zijn we aan het doen? Momenteel opnieuw aan het opstellen voor een mogelijke nieuwe publicatie. Yes, het is de tweede mogelijke publicatie deze week. De eerste keer dat we deze week hebben uitgezonden is het geaccepteerd. Dus we zitten nu misschien te wachten op een tweede. Wat ben je doen, Jas? Een OV stopzetten. Yes, we moeten allebei ons OV stopzetten, helaas. Nee, het OV niet stopzetten, studentenreisproduct. En dan nu het pijnlijke moment voor Tom Papen. Rechts, tonen alle producten of stopzetten producten? Centerreisproducten. Ja. Akkoord. Wat zijn we aan het doen, Jas? Lekker lunchen. Lekker lunchen bij Dema. Hallo. Hallo. We worden ook gepubliceerd in Top Hair. Oh my god. Ja. Oh my god. Deze shit escaleert. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag en het is momenteel 10 uur. En Jasmijn die is zojuist weggegaan. We hebben nog eventjes lekker gelopen switchen, want er is een nieuwe update van Animal Crossing. Superleuk. En Jasmijn die heeft vandaag een fotoshoot en daarna moet ze nog een paar dingetjes in de studio doen. Maar eigenlijk is het helemaal niet zoveel wat ze moet doen. Dus ik heb besloten om lekker thuis te zitten, want zometeen komt de Formule 1. De Free Practice 1 en Free Tech Practice 2. Eindelijk net 4 maanden is het weer zover. Formule 1 gaat gewoon weer beginnen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus ik ga lekker even mijn kamer opruimen. En over een uurtje gaan we kijken. Ik ben heel erg benieuwd. Bedenk me dat ik vandaag nog helemaal niet heb gevlogd. Maar ik ben vanmorgen van Tom naar mijn studio gefietst. Daar heb ik lekker gewerkt, lekker gefotografeerd. En ook nog gelijk de foto's bewerkt en gestuurd. En inmiddels zit ik weer op mijn kamer. En ben ik momenteel een YouTube video aan het kijken. En aan het avondeten lekker een broodje. Super! Dus daar ga ik nu lekker van genieten en even lekker YouTube-video's kijken. Super balen. We hebben zojuist een berichtje gehad dat een opdrachtgever die we zouden hebben eind deze maand, dat hij helaas heeft afgezegd. Hij vond namelijk de chemie in de groep niet helemaal goed. Nou ja, jammer. Maar die shoot gaat dus helaas niet door. Dus dat hebben we zojuist gehoord gekregen en nu ga ik richting de studio, want ik heb nu een fotoshoot staan. Zoals je aan de beelden hebt kunnen zien, hebben wij vanmorgen lekker in het bos gewandeld. En daarvoor heeft Tom nog een ontbijtje op bed gebracht, dus dat is super lief. Maar we hebben in het bos gewandeld, lekker even een chocomelletje gedronken bij Gap & Gaia. Zoals we wel eens vaker hebben gedaan. En daarna zijn we naar huis gegaan.
Hebben we nog even lekker geswitcht. Hebben we namelijk even Mario Party, een bordspel gespeeld, zeg maar. Niet echt een bordspel, maar een bordspel in Mario Party op de Switch. En hebben we ook nog even Mario Kart gedaan. En helaas begon daarna volume 1. Dus daar ben ik Tom aan verloren. En die heeft zojuist tot met 5 uur volume 1 gekeken. En mijn moeder kan elk moment thuiskomen en dan gaan we zo avondeten. Dus de zondag is voorbij gevlogen. Zoals je ziet ben ik inmiddels thuis en dat komt ook omdat ik eventjes vanaf Jasmijn ben gefietst naar mijn huis. Ik heb lekker geschoren zoals je ziet. Alles is helemaal fris en fruitig voor morgen. En ik ga nu ook even keihard de weekvlog al editen, want morgen is een hele drukke dag. Deze week is een heel erg drukke week. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze weekvlog. Het is misschien iets minder qua shooting, qua fotoshoots geweest, maar we hebben heel veel voorbereiding gehad op de komende week. En daardoor is het vandaag deze week vooral heel veel voorbereiding geweest. Maar we hebben natuurlijk wel twee nieuwe leuke publicaties gehad waar we heel trots op zijn. Dus ik wil jullie heel erg vragen om even een reactie achter te laten, graag te abonneren. En dan zien we jullie natuurlijk graag de volgende week weer terug. Doei doei!